En de conceptovereenkomst tussen de Alcoa en de Surinaamse regering is onlangs voltooid en wordt binnenkort aan het parlement ter goedkeuring aangeboden. Dit heeft Alcoa's vice-president van de Global Transformation Group, Robert Baer, aan het Surinaams bedrijfsleven meegedeeld. Gisteren hadden partijen een bijeenkomst in Suralco's Corner House. Baer was daarbij vergezeld van Suralco's directeur Ruben Halfhuid en individuele experts. Suralco's VP benadrukte tevens dat de conceptovereenkomst gedetailleerde procedures omvat voor rehabilitatie van mijngebieden en milieusanering die zullen worden uitgevoerd volgens protocollen. En procedures die zijn gebaseerd op Amerikaanse standaarden. Baer wees er verder op dat Alcoa trots is op de 100-jarige geschiedenis van Suralco in Suriname en de voordelen die de bedrijfsactiviteiten hebben opgeleverd voor zowel het bedrijf als het land. Hij benadrukte dat ook de volgende fase op verantwoorde en passende wijze zal worden voltooid.